In een openhartig interview met presentator Astrid de Jong in het radioprogramma June tot 12 op NH Radio, heeft Rutger van Barneveld, de populaire volkszanger die bekend werd dankzij de SBS-show Ik Geloof in Mij, voor het eerst onthuld dat hij enkele jaren geleden in een kliniek heeft gezeten vanwege een depressie. Hij benadrukte dat dit een ervaring is die veel mensen doormaken, maar waar nog steeds een taboe op rust. Desondanks is hij uit die donkere periode gekomen en voelt hij zich nu sterker dan ooit tevoren. Van Barneveld deelde zijn inzichten over zijn leven sinds die moeilijke episode. Hij heeft geleerd om te genieten van de kleine dingen in het leven. Zelfs als hij op zijn verjaardag slechts 1 euro ontvangt, kan hij dat al waarderen. In de kliniek voelde hij zich heel ver weg en dacht hij dat het leven niet meer de moeite waard was. Maar nu begrijpt hij zichzelf beter en weet hij waar hij voor staat. Hij benadrukte het belang van praten en deelt dat hij nog steeds regelmatig met een psycholoog praat. Zijn beste advies aan anderen is om te praten en zichzelf niet te veranderen om aan de verwachtingen van anderen te voldoen. Met zijn nieuwste single, genaamd Vier het Leven, die eerder deze maand werd uitgebracht, heeft de volkszanger een drukke zomer voor de boeg. Hij wil mensen inspireren om het leven te vieren, ongeacht de tegenslagen die ze hebben ervaren. Rutger van Barneveld is vastberaden om zijn verhaal te delen en anderen aan te moedigen om positief te blijven, zelfs in de moeilijkste tijden.